In deze koffers zit alles wat we hebben. En nog zeggen we vaak, het is te veel, vooral te zwaar. En of we dus met minder kunnen gaan reizen, zie je in deze video. Het is natuurlijk hartstikke overzichtelijk. Een grote rolkoffer, een kleine rolkoffer, een daypack, een backpack, een rugzak, 2 tasjes van Filou waar haar speelgoed in zit, 7 tassen. Heel ons hebben en houden zit daarin. Heel weinig in principe, maar het weegt wel zwaar. Want ook boeken nemen we mee, bijvoorbeeld voor Filou, maar ook voor onszelf en een aantal boeken. Het was even een stukje lopen naar het hotel vanaf het station. Kilometertje, dus 20 minuten. Maar ik moet zeggen met rugzak. Koffers en Filou die af en toe op mijn nek wil, was dat best pittig. Dat is ook een van de redenen dat we niet te vaak verplaatsen van locatie en wat langer op één plek blijven. Tegelijkertijd is het ook heel licht, want het is echt alles wat we hebben, waardoor we niet te veel belast hebben. We hoeven niet te veel spullen te onderhouden. Dus ja, leven met minder maakt wel dat het heel licht voelt. Hop, ja. Koptelefoon. Temper. Hey, wie is dat? Ik ga zo hard doen dat je je oren dicht doet. En dat je zegt te hard. Oeh, dat is hard. Nog een keer. Ja. Oh, dankjewel, liefie. De backpack. Daar zit onze toilettas in. Schoenen. En een EHBO-kit. Het is allemaal voor ons drieën wat erin zit. En de producten die komen bij Binorm vandaan. Dat is een winkel in Zutphen. En nu hadden we nog wat extra dingen nodig. Dus we hebben via de website, ze hebben een webshop, de dingen besteld die we nodig hadden. Bijvoorbeeld een skinspray. Dat is deze. Dat is ook gelijk voor tegen de muggen. En die komen hier dadelijk in Zweden. Dus dat heb je wel nodig. Maar met dit weet ik zeker dat er geen chemische toevoegingen in zitten. Dus dat is gewoon een fijne gedachte, ook omdat het voor Filou ook is. Zonnebrandcrème, ja, dat is ook gewoon goed voor het milieu. Zit geen parfum of chemicaliën in. Ik bedoel, alles wat je daar koopt, weet je gewoon dat het goed is. Maar ook een heerlijke body lotion. Nou, heerlijke douchegel. Natuurlijk scheerspullen van Tino. Deo. Een goede tandpasta. En natuurlijk maskertjes. Af en toe vind ik het ook fijn om een maskertje te doen. En lekker te tutten. Precies. Prachtig. Qua schoenen hebben we alle 3 wandelschoenen. Ook gewoon gympjes. Hardloopschoenen. Gebruik ik veel te weinig, maar toch. Ik heb ze bij me. Flipflops, ook hele leuke met aardbeidjes voor Filou. En Filou die heeft nog leuke sandaaltjes, zijn ook gelijk voor in het water. Saltwater sandals, het is geen advertentie, maar ik kan ze zeker aanraden. Die staan er nu niet bij, maar Filou heeft ook nog rode laarsjes. Dus dat is het. Ja, het is leuk zo'n bank aan tafel, maar het is echt erin kruipen. Oh. En dan de kleine trolley. Als we het erover hebben van poeh, het is allemaal zo zwaar, dan komt dat vooral door die kleine trolley, want hij is vaak nog zwaarder dan de grote koffer. Want ja, we vinden het erg leuk om voor te lezen voor Filou. En dan is gewoon een fysiek voorleesboek gewoon veel en veel leuker. Vos en Haas, net als deze. Het alfabet, de letterdief. Sowieso een tip voorleesboek om mee te nemen als je gaat reizen met je gezin. Het enige boek in je koffer. Allerlei verschillende verhalen, van Mannetje Maan tot Broodje Pindakaas die op wereldreis gaat en van alles daartussen. Lange verhalen, korte verhalen. Heel erg leuk. Maar ja, die gaan dus wel mee in de trolley, waardoor die wat zwaarder wordt. Net als dit mysterieuze zakje. Nou ja, zo'n mysterie is het niet. Post. Zo af en toe krijgen we nog wat post. Van de Belastingdienst vooral. Die sturen nog wat fysieke post. Wel eens gewoon een leuk kaartje die we krijgen van mensen of van opa en oma of mensen die ons wat toesturen. Dat vinden we leuk om mee te nemen. Onze laptops, allebei, gaan ook in de trolley. Vinden we toch wel fijn om die in de handbagage bij ons te hebben. Want uiteindelijk draait ons hele bedrijf hier natuurlijk op voor de editing en boekhouding, etc. Dus die doen we altijd in de trolley erbij. Net als het statief. Voorheen deed ik die nog wel eens om een daypack. Maar is toch een onhandig ding. Met mijn handigheid soms tegen mensen aanstoot en zo. Is niet fijn. Dus die gaat veilig in de trolley. En dit zwarte tasje, dat zit vol met kabeltjes. Zo'n reader voor de bank. Allerlei kabeltjes om koptelefoons op te laden. Harde schijven aan te sluiten. Telefoons op te laden. Plakband.
en allerlei simkaartjes die je in de verschillende landen nodig hebt. En in deze trolley heb ik ook altijd een soort van dagboek. We hebben allebei wel een aantal dingen die zo persoonlijk zijn die je altijd meeneemt. Voor mij is dat dus dit boekje. Daar ben ik sinds 2018 al volop aan het schrijven. Nou ja, volop. Zo af en toe. En wie weet wordt dat, is dit de basis ooit van een film of van een boek wat ik ga schrijven. Maar dat schrijven doe ik altijd met deze pen. Super blij mee. Deze pen heb ik ruim 20 jaar geleden gekocht. De kleine trolley dus. Dus nu vooral voor boeken en dergelijke. Maar deze hebben we ook wel eens gebruikt om de gear in te doen. Of voor Filou haar babyspulletjes. En dat zie je bijvoorbeeld in de video toen we net vertrokken met Filou. Toen ze voor de eerste vlucht meeging naar Kroatië. Was in 2019. Nou, kijk maar eens even. Dit namen we toen allemaal mee. Everything is packed. And it's really compact. We will show it to you. A backpack. We have a suitcase. Day pack. Stroller. Another day pack. This is also a day pack. Camping bag. A big suitcase. Yeah, this is the bouncer. De rolkoffer. Ja, Filou, jij doet hem alvast open. Want daar hebben we dus onze kleding in zitten. Van Filou, van mij en Tino. Ja, haal hem eruit. Het is een handige travel cubes, noemen ze het ook wel. Zo kun je alles een beetje gesorteerd houden. Volgens mij zit jouw lievelingsjurkje erin. Weet je nog welke kleur? Ja, geel. Waar zit die? Hij zit denk ik in een andere. Oh, daar zit hij hierin. Zoeken. Zou daar eens even in zoeken? Is dat jouw lievelingsjurk? Ja, hè? Die vind je het mooist. Oh, waar heb je die allemaal al gedragen? Op het strand. Op het strand. Hier. Ja, ook. In Nederland. In Portugal. Ook, ja. In Mexico. Ook, ja. Leuk, hè? Gaat overal mee. En ik heb ook een lievelingsjurk. Ik wil het toch eventjes met jullie delen. Want die heb ik eigenlijk al sinds dat we in Chili waren. Het was in 2017. Moet je nagaan hoe lang ik deze jurk al meeneem. Die heb ik altijd bij me. Daar heb ik zoveel mooie herinneringen aan. Ook toen ik zwanger was van Filou. Mama gaat vertellen hoeveel kledingstukken wij hebben per persoon. Inclusief schoenen en slippers. Zitten we per persoon ongeveer rond 25-30 items. Een aantal joggingbroeken met leuke sweaters. Die ik ook weer op een spijkerbroek kan dragen, die sweaters. Kleuren matchen ook allemaal wel een beetje bij elkaar. Maar ik hou heel erg van natuurlijke kleuren. Op die manier kun je ook wel wat dingen combineren. Veel t-shirtjes, verschillende kleuren, maar wel eigenlijk van hetzelfde merk. En lekker katoen. Ook wel dat het makkelijk wasbaar is overal, want we hebben natuurlijk vaak andere wasmachines en de ene wordt toch weer wat heter qua wasprogramma dan de ander. Dus katoen en gewoon makkelijk wasbare kleren, dat is toch ook wel heel fijn. Dat je wat warms hebt, zoals sweaters, dat vind ik altijd wel heel fijn. Dus laagjes, t-shirt, hempjes. Wel een leuke spontane actie. Is het? Zo zat ze ook toen ze baby was. Precies. Toen klom je er ook zo in. Dat is een capsule wardrobe. Ja, dat heeft ons geïnspireerd om echt een goede selectie te maken. Mam, en dat is echt wel een leuke methode om toe te passen om zo minimalistisch mogelijk zeg maar je kledingkast in te richten. En die van ons zit dan in een koffer, maar komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja, nu zijn we in Zweden, dus we hebben veel meer warmere kleding bij ons. Maar straks als er warme bestemmingen komen waar we naartoe gaan, dan gaan er wat dingen uit. En die leggen we dan bij familie neer. En dan daarvoor in de plaatsen komen wat meer korte broeken, jurkjes en dat soort dingen. Zo doen we dat. Hey, er zit zand in. Waar komt dat nou vandaan, het zand? Uit Portugal. Portugal. Kijk. Er zit nog Portugees zand in. Dit is echt een gouden investering geweest. Deze Lowe Alpine Apex 30. Mag je gelijk vergeten, maar echt een supergoeie daypack. Een tas die ik dagelijks gebruik als ik met Anne samen ga werken in een koffieshopje. Voor boodschappen. Ik gebruik hem als we op pad gaan om content te maken, foto's te maken. Dan doe ik hier het statief nog aan vast. Maar onderweg is dit dus de tas waar alle gear in zit. Waarin 70-210 zit, 50 mm. De reservecamera. Tegenwoordig is dat Filou de camera of Fenna die ermee filmt of fotografeert. Extra microfoontje, uiteraard kabeltjes om de accu'tjes op te laden. Dit is radio
grafisch radio, in ieder geval een radiosignaal, dus geen wifi die steeds wegvalt. Die zet je erop, je klikt hem aan, om de zoveel seconden maakt hij een foto. Ja, mijn kaartreader, koptelefoon. En hier een etuietje waar ik een harde schijfje, nog een koptelefoontje. En natuurlijk die kleine prikkertjes om je sim uit je telefoon te halen. Kan je daar niet genoeg van bij je hebben, kan ik je zeggen. En soms in het buitenland wisselen we dus van sims. En dan ja, is het handig om zo'n ding te hebben. Nou, dat dus. Als ik hem vast hou? Jawel hoor. Hebben we alle tassen wel gehad, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik heb hier nog wel iets moois. Zal ik eventjes laten zien. Dat is een Boeddha beeldje en die is van mijn moeder geweest en ja, die heb ik altijd bij me, gewoon op het nachtkastje of zo. Mooi. Meestal zet ik er nog een mooie foto bij van mijn moeder. Ja. Altijd bij me. Het zijn wel van die dingen die ja, maken, ja, het ook gelijk. Een beetje thuis of zo. Precies. Net als een bloemetje op tafel dan natuurlijk ook, maar nou, dit, dit is wel heel ja, fijn om het bij me te hebben. Wat heb jij altijd bij je? Pieper. Pieper. En wie is Pieper? Dit is Pieper. Oh. Wat een lieverd ook, hè? Je is ook al veel mee op reis geweest. Dat moet je goed zien. Ja. En? Ja, en we hebben natuurlijk ook nog altijd wel iets. Ja, even onder tafel. Dat zijn deze. Ja. Ja, dat zijn pantoffels, kleren. En wij ook. Oh, echt wollen sloffen. Ja, wollen sloffen. Dus voor zowel koud weer, maar ook gewoon als het wat warmer is, zijn ze prima. De camper in Portugal, hier. Ja. Ze zijn echt heerlijk. Fantastisch. Ja. Ja. En ook die bestel je bij Binorm. En de link zetten we hieronder in de video. Nou, ik heb wel zitten denken, nu we alle tassen zo voorbij hebben zien komen. Wat zou ik nog eruit kunnen laten? Ja, nou. Ja. Je hebt het al eens eerder aan mij gevraagd, maar ik zou het niet weten. Ja, nee. Misschien een keer een snoertje minder, maar dat gaat het gewicht niet zijn. En ja, dan moet je dus zonder leesboeken gaan reizen voor het gewicht. Maar dat is juist zo fijn, die momentjes. Is ook zo. Dus het is altijd meer dan waard om het wel mee te nemen. Ja, alles wat we bij ons hebben, dat gebruiken we. En ik zou niet kunnen zeggen van, nou, daar zou ik iets uit willen. Jij, Filou? Ja, je mixer. Waarom wil je die niet meer? Die is te groot. Die is te groot. Voor in mijn koffer, in mijn tas. Nou ja, wil je nou eens zien hoe we als reizende familie met al die bagage door Mexico trokken? Bekijk dan deze video. Een boeken te hebben van Vos en Slapen. Vos en Hazen. Ja, en qua schoenen hebben we alle vier wandelschoenen. Of zo vier. Maar